En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's All Tracks, de enige echte natuurlijk. En ik ben hier in the middle of nowhere. Ik wou even een wandeling maken, maar het is ontzettend koud. Het is echt ontzettend koud. En ik wou hier even een wandeling maken. Uitsluitend tussen zonopgang en zonondergang mag je hier parkeren. Ik heb mijn auto even hier neergezet. Net nog even bij de jongens geweest. En de jongens van mijn werk. Even op bezoek geweest. Even wezen kijken waar ze bezig waren. We waren in Zuidland bezig. En wij gaan even wandelen. In ieder geval. In ieder geval niet langer dan 20 minuten ongeveer. 20 minuten, half uurtje. Want het is ontzettend koud. Het is echt ontzettend koud. Het is echt... Daarom vlog ik ook de laatste tijd niet meer zoveel buiten. Omdat het gewoon zo ontzettend koud is. De gevoelstemperatuur... Het vriest niet, maar de gevoelstemperatuur is zo ontzettend koud. Nou, daar staat mijn autootje. En we gaan eens eventjes kijken, want hier... Via mijn werk kwam ik eigenlijk hier achter dat dit ook bestond. En het leek me wel even een leuke locatie om dit even te filmen. Ik heb na duiven heb ik niks meer gefilmd. Het was wel een hele leuke dag was het. In duiven met Angela. En nu dus hier ook. We gaan eens even hier naar binnen. Hier heb je een dingetje. Een poortje. Even kijken. Benninger slikken. Toegang van zonsopgang tot zonondergang. Vrij wandelen op wegen en paden. En de hond, mits aangelijnd, mag mee natuurmonumenten. Nou, we gaan eens even kijken, jongens. Het is echt ontzettend stil hier, oh. Er staan geen auto's. Behalve die van mij op de parkeerplaats. Maar het is hier wel een ontzettend mooi uitgestrekt land, hoor. Jammer dat het een beetje koud is. Maar ja, daar merken jullie toch niks van. Jullie zitten waarschijnlijk lekker binnen. Pak hier warme chocolademelk erbij. Naar deze vlog te kijken. En ik loop hier in de kou. Maar het is hier wel ontzettend mooi. Dus dat wou ik even zeggen, filmen. Het is best wel een mooie locatie hier, hoor. Bankjes kan je zitten en dit leek me nou even een leuke locatie om eventjes op de film te zetten. Overmorgen naar de Efteling toe, dus ik heb ook wel zin in. Als het goed is, als jullie... Nee, de vlog van de Efteling, die komt nog. Als het goed is, zien jullie dit of op mijn verjaardag of net na mijn verjaardag. Maar in ieder geval ga ik één dag voor mijn verjaardag, 11 december, ga ik naar de Efteling toe. Die vlog die zien jullie binnenkort dus nog. Die komt, als deze vlogs allemaal geweest zijn, komt die vanzelf op de lijst te staan. En als jullie deze vlog zien, dan ben ik er al waarschijnlijk al geweest. Maar die vlog die krijgen jullie natuurlijk te zien in première op mijn kanaal. Nou, hier en daar helemaal in de vette mijn autootje. Het is wel mooi, hoor. Hey. Goh, het is hier echt mooi. Een soort vogels of zo, ik weet wat het is. Er zijn gewoon eenden, denk ik, of zo. Maar het is hier echt mooi, hoor. Kijk eens, wat een prachtlocatie hier. Dus, goh, het is hier echt mooi, hoor. Ik wou toch nog eventjes naar buiten om er eventjes wat op te nemen, wat te vloggen, want
vind toch ook af en toe wel weer even lekker om buiten te zijn, want ik ben echt alleen maar binnen. Maar ja, het is ook niet echt het weer om nou voor de grap lekker naar buiten te lopen. Het is echt ontzettend koud. Dus ja, blijf lekker binnen als het kan. Hier kan je normaal ook lopen, maar dat is denk ik nu zeiknat. Is dat. Kijk eens, wat een omgeving jongens. Jongens, oh, wat een omgeving. Prachtig hier, zeg. Kijk eens. Wow. Het is wel zeik nog allemaal. Vlakbij de toren, waar ik ook al heel veel vos heb opgenomen, is hier vlakbij, dat zit ongeveer daar ergens. Ik kan hem vanaf hier niet zien, het is ook mistig, dus je ziet de toren nou niet echt goed. En die klauwen die vriezen de kant af, het is echt koud. Brr. Dadelijk als ik dadelijk naar huis ga, dan doe ik gelijk weer de kachel op 600 in de auto, want het is echt ontzettend koud is het. Maar het is hier wel mooi. Het is prachtig hier ook. Och, wat een omgeving jongens. Kijk eens. Wat een uitgestrekt gebied dit zeg. Hey. Prachtig. En ik loop hier echt helemaal in mijn uppie. Normaal denk ik als je dit in de weekend zou doen, zou ik best wel goed geweest hier dan. Zou je best andere mensen zien en zo. Maar het is niet door de week. Het is nu echt stil. Is het hier ook geen mensen die honden uitlaten of zo? Je kan hier gewoon. Ik loop hier helemaal moederziel alleen hier ook. Maar ik vond het wel echt ontzettend mooi om even hier een filmpje op te nemen van de ontzettend mooie omgeving hier in de Benisse, of in ieder geval ja, de Benisse. De weg van Zuidland richting Hellevoetsluis langs de Zeedijk. Het is hier echt mooi hoor, hè, jongens. Kijk eens wat een omgeving. Echt ontzettend mooi. 20 minuten ga ik denk ik niet redden, want mijn klauwen die vriezen er nou wel weer af. Het is echt ontzettend koud. Ik heb een vergeten handschoenen aan te doen. Maar ja, jullie hebben het gezien bij die vlog van Dordrecht. Toen zei ik het ook al. Als ik die handschoenen aan doe, dan heb ik geen goede camera. Dus, dat is ook niet echt de bedoeling. Ik ga lekker weer binnen in de auto springen. Dit is hier echt mooi. We lopen gewoon een heel stukje tot het einde en dan lopen we weer terug. Echt hard. Echt fris. We hebben hier alweer vuurwerk afgestoken. Maar ja, mooi. Mooi gebied dit. Jammer dat het zo koud is. Maar het is hier echt een mooi gebied. Ik ga dadelijk, als ik thuis kom, ga ik mijn kamer nog even versieren. Want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Ik wou dit jaar wel weer mijn huis versieren met kerstverlichting.
Maar het is er nog niet van gekomen. Vorig jaar had ik er geen zin in. Dit jaar heb ik eigenlijk wel zin in om het een beetje te versieren met kerstspulletjes. Echt veel kerstspullen heb ik niet, maar ik gooi altijd de verlichting en... Het is echt koud. Oh, mijn telefoon gaat weer af. Ja, ik kan hier nog de hoek om en dan kan je dit ook wel helemaal nalopen. Helemaal. Ja, het is zo ontzettend koud dat ik daar niet echt zin in heb vandaag. Ik zat eigenlijk in de auto onderweg hier naartoe. Toen ik bij de jongens geweest was, toen had ik zoiets van ja, het is wel ontzettend koud. Om nou een half uur in de kou te gaan lopen, dat zie ik ook niet echt zitten. Ah, het is hier echt mooi. We lopen nog even een klein stukje door. Het is echt... Wow. Hier ook. Ik zie wat die kleuterhonden helemaal. Ja. Kou jongens, wat een kou. Ik wou nog even daar naartoe lopen en dan weer teruglopen, maar ik heb nog weten wat dat is. Daar is al, net dacht ik dat het mensen waren. Maar het zijn geen mensen. Je kan hier aardig wandelen hier ook. Het is echt een heel uitgestrekt gebied met echt mooie natuur. Echt mooie natuur. Ik denk dat ik dit nog wel een keertje van de zomer een keer ga doen of zo volgend jaar. Dan zijn het wat andere temperaturen en dan gaat het wat beter. Het zijn vooral mijn handen die het echt ontzettend... doen hebben. Kijk eens, helemaal rood. Hele rode vingers heb ik helemaal. Dus ja, we gaan teruglopen, want dat is ook niet veel meer. Dus ik ga lekker teruglopen. Kijk eens jongens. Oh. Echt, het is echt ontzettend mooi hier ook, zeg. Dus ja. Nog een paar dagjes, dan ben ik jarig. En als het goed is, kijk, zaterdag krijg ik visite van mijn zus en mijn zwager. Oh, jongens, handen, jongen. Echt. Terwijl ik eerst eens even een half uur mijn auto, mijn handen even in mijn auto even opwarmen. Want, man, die vingers vliegen eraf, man. Kijk, dit is ook wel... Kijk eens, een mooi natuurgebiedje op. Het is echt prachtig hier, ho. Volgende keer dan ga ik toch eens een keertje kijken of ik daar ook helemaal naar achteren kan lopen. Dat lijkt me wel mooi. Hier helemaal naar achteren te lopen, daar bij die bossen, daar, dat lijkt me wel ontzettend mooi. Dan heb je ook een heel mooi uitzicht over het water. Dat ga ik echt nog wel een keertje doen, maar... Het is momenteel gewoon te koud om buitenvlogs op te nemen. In ieder geval, als je zo gekleed bent zoals ik. Ik heb niet echt, ik heb geen warme kleding aan, ik heb geen handschoenen aan. Ik heb wel een sjaal en een muts op, maar met mijn handschoenen had ik eigenlijk mee moeten nemen. En ja, steviger inpakken. Dus... Het is ook wel echt ontzettend mooi.
denk dat je hier niet rechtdoor mag lopen. Nee. Maar ik zou daar best daarachter zou ik wel eens heen willen. Ik weet niet wat dit is. Wat staat hier eigenlijk? Oh, geen toegang. Ja, zie je dat nog komt. Vogelreservaat, geen toegang. Dat mag niet wezen. Nee, helaas. Maar ja. Ik was er vandaag toch al echt helemaal niet in, voor in de stemming om daarheen te lopen. Want het is... Oh man, het is koud. Wat een kou zeg. Dit is wel ontzettend mooi. Hier kan je trouwens wel naar beneden lopen trouwens. Dat is ook misschien wel even leuk om dat te doen. Kijk eens. Wat? Kijk hè, want hier ineens houdt het op en dan heb je water. Kijk eens, alle vogels. Ja, het is een vogelreservaat hè. Het stond net op het bord, maar... Dan hoor je ook echt allemaal vogels. Kijk eens. Oh. Prachtig, echt een prachtige locatie dit. Kijk eens hoe mooi het eruit ziet hier ook eens. Ja, echt schitterend. Nou, dan gaan we weer door het water heen, door de blubber heen. Gelijk natte schoentjes. En dan gaan we weer lekker terug naar de auto. Want het is geen weer om lange tijd buiten te zijn. Het is echt stervenskoud. Klauwen vriezen eraf. En het is echt ontzettend koud. Snel naar de auto, jongens. Wat een kou, wat een kou, wat een kou. Verschrikkelijk. Je handen vriezen er vanaf. Nee, we gaan weer snel naar de auto, jongens. Dus, ik heb het alweer gezien voor vandaag. Ik ga lekker naar huis toe. En dan ga ik een beginnetje maken aan het huis versieren. Dat is eigenlijk veel beter met deze temperaturen, want het is echt ontzettend koud. Dus, we gaan als de bieden weer gaan naar huis. Of nou, in ieder geval naar de auto. Maar bij de auto ben, dan vind ik het al best. Kijk, in ieder geval lekker de kachel aan zetten en een beetje mijn handen opwarmen. Want man, wat een kou. Ja, je kunt die toren nou echt niet zien. Normaal zou je die toren wel kunnen zien. Maar het is echt zo verschrikkelijk mistig dat je heel die toren niet ziet. Brrr, wat een kou, jongens. Nou, in ieder geval zijn we weer even een stukje lekker mee gewandeld. Staat ook alweer een vlog, staat er alweer klaar. Ik heb alweer een vlog
net ben ik aan het uploaden nu. Het zal inmiddels wel klaar wezen. Die heb ik klaargezet toen ik wegging. Dus die staat nu te uploaden. Ik denk dat die al klaar is. Dus nu hebben jullie vandaag ook weer een vlog. Ja, we zijn alweer bijna bij de auto. Die gevaarlijke steen. We moeten wel oppassen dat je niet... Kijk eens jongens. Oh, prachtig hier. Wat een prachtige omgeving jongens. Kant oplopen helemaal, want hij heeft nog zijn zijpaadje. Ja, het is echt mooi hier ook. Hier gaan we nog wel een keer terugkomen. En dan gaan we eens een keertje dit pad volgen. Dus we komen hier zeker weten nog wel even een keer terug. Betere omstandigheden als het wat warmer is. Maar het is de laatste paar dagen is het echt, echt bar en bar koud is het. Dus echt, de winter is echt... gekomen. Het vriest nog niet, maar daar is ook echt alles mee gezegd, want het is echt stervenskoud. Zo. We zijn alweer bijna bij de auto. Oh. Dit is echt zo'n rotpaadje hier. Begint het gras weer, dus kunnen we weer verder lopen. 22 minuten, nou. In ieder geval toch weer even een leuk vlogje opgenomen. En ja. Iemand is een fles neergegooid. Jammer is dat altijd, dat vind ik mis. Verdomme om rotzooi op te ruimen. Dat is altijd wel heel jammer, vind ik dat altijd. Het is een kleine moeite om even je rotzooi mee te nemen naar huis en thuis even in de afvalbak te gooien. Hier allemaal schapen allemaal. Oh, dan komen we bij dat afgesloten hek, wat we eigenlijk die andere moeten hebben. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Er staat geen water in als het goed is, hè. Dit hek is dicht, denk ik. Dus we zullen toch even over dat water heen moeten springen. Oh god, jongens. Nou, dan gaan we lachen, hoor. Hoppa, nee. Ja, we hebben er gewoon overheen gelopen. Maar het is in ieder geval een hele prachtige locatie hier. Oh. En hier gaan we zeker weten nog wel weer een keertje terugkomen. Het is echt ontzettend mooi hier. Oh. Even het poortje open doen. Oh, die gaat vanaf de andere kant open natuurlijk. Dat zal je net zien. En ja, dan bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog. En ik ga snel de auto in en ik ga mijn handen warmen. Groetjes, bye bye, hoi.